Vorige keer in Final Fantasy 9. Kutja is een transkarakter en heeft een gevaarlijke aanval op ons afgevuurd. En nou liggen wij daar voor Pampus. En hij zegt ja, dit is de kracht waar ik op zat te wachten. Hoe loopt dit af? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie en ik tel zeep en ik lig hier op de grond. Kutja die heeft eindelijk de kracht waar dat hij op aan het wachten is. En nou gaan we verder kijken hoe dat dit af gaat lopen. De sterke kracht van zielen. Ze zijn... die enige... Als ze mij proberen aan te vallen, zal ik ze vernietigen. Wat bedoel je nou precies? Het is trans. Je weet hoe het werkt. Maar een normale trans zal niet genoeg zijn om jou te verslaan. Je bent zo... hardnekkig als Oglobs. Zelfs Tiny Moogles hebben de kracht om een trans te geven. Wanneer ik dat zag op Glugo Vulkaan, dacht ik... Ik kom wel met een plannetje. Het was makkelijk. Het enige wat ik nodig had was de kracht van de... rare zielen die niet dieren dood kunnen gaan. Waar kon ik het krijgen? Het was de Invincible, of zal ik zeggen, die grote oogbal in de lucht. Het schip zuigt de zielen van Madame Sari, de Life Tree Alexandria, om zich daarmee te voeden. Wanneer ik Beamut bevocht in de Life Tree, de Invincible gaf een enorme kracht af. Dacht je, wist je niet van wie dat die afkwam? Nee. Dat klopt. Het was van je moeders ziel. Een gebroken ziel dat alleen nog maar aan het leven hing tot het einde. Het ziel trapt in de Invisible. Welkom met open armen. Ik word gek. Ik heb kracht. Ze waren net zoals jouw gevangene, Garland. Dus, Master Garland, je bent niet meer nodig. En je hebt zo hard gewerkt. Ik zal heersen over Terra en Gaia met mijn geweldige liefde van nu af aan. Wat wil je doen met zulke kracht? Meester Garland, jij van alle mensen zal je verlies zo makkelijk moeten accepteren. Ach, hoe treurig. Enige laatste woorden... Je kracht is zinloos. Huh? Nou is het jullie beurt. Zal ik jullie heel snel laten killen? Om te laten zien hoe blij dat ik ben voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben? Of zou ik het langzaam en pijnlijk doen om je mijn liefde te laten zien? Oh, dit is een geweldig idee. Wat dacht je hiervan? Ik maak jullie tot palen van mijn kasteel. Jullie zullen mijn kasteel decoreren als een symbool van een eeuwig koninkrijk. Hoe denken jullie daarover? Nee. Nooit. Je kunt nooit een eeuwig koninkrijk bouwen. Die stem. Garland? Heb je iets achtergelaten? Denk je soms dat een foutief zoals jij altijd zal blijven? Wat? Wat bedoel je? Ik heb jou gebouwd alleen maar om de echte Jean om zeepie te maken. Het was te gevaarlijk om jou langer te laten leven als dat nodig was. Wat bedoel je te zeggen? Er is een tijdslijn voor jou. Je zult snel doodgaan. Zelfs als ik doodga, zul jij doodgaan. Zonder dat je deze... Je trots kan laten zien aan de wereld. Ja. Wat een interessante leugen. Dus jij bedoelt mij te vertellen dat mijn leven zo zou eindigen? Oh, goed geprobeerd, Garland. Maar ik zal niet vallen voor jou, voor jouw maffe trucjes, Garland. Garland, geef antwoord. Je bent gemaakt om te vernietigen, maar je bent een sterveling. Een sterveling? Ik ben er geweest? Ik geloof je niet. Waarom zou ik zo'n maf verhaal geloven?
Je bedoelt mij te vertellen dat ik snel zal sterven, terwijl dat ik nou meer krachtiger ben dan iedereen dan ooit? Ik ga dood? Verlies mijn ziel? Oh, wat een komedie. Zeepie, is het niet zo hilarisch? Ik ga dood. Net zoals de Black Mages die ik zo veracht. Ik heb chaos in chaos gebracht. In Gaia. Maar alleen, zelf alleen. Maar in het einde ben ik niks. Maar als een zinloze pop. Kutja. Volgens mij ben je het een beetje aan het kwijtraken. Kutja. Haal even rustig adem, Kutja. Kutja? Ik laat het niet gebeuren. Nee, ik laat het niet. Ik laat deze wereld niet bestaan zonder mij. Kutja? Hou je in. Moest dat nou? Maken. Dan heb je kracht en nou omdat je erachter bent gekomen dat je doodgaat, moet iedereen maar doodgaan omdat jij doodgaat. Serieus, als je doodgaat of als je iedereen wil vernietigen, begin met jezelf. Kutja is gek geworden, ik kan hem niet geloven. Zeepie, we moeten hier weg voordat de toren instort. Maar hoe? Ik bedoel, we moeten de gewonden er ook even uit tillen. Laten we Kutja's schip stelen, die Invincible. Het is aan de bodem van deze toren. Oh ja, maar... Oké, jullie gaan voor het schip. Ik ga de genomes even redden. Ik bedoel, ze zijn slachtoffers. Ik kan ze niet alleen in de steek laten. Ik ga een beetje mee. Zelda? Ik wil niet dat je ons weer alleen laat. Dus ik waak over jou. Nou, oké, prima. Maar goed, we moeten iedereen door de warm gate even brengen en dan naar de toren toe om dan zo snel mogelijk naar het schip. Zelda en ik gaan naar Brambal, Gakbal. En jullie komen ons halen met Invincible. Oké, let's go. Hop, 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 hop. Kutja is gek geworden. Dus omdat hij niet het eeuwige leven heeft, moet alles maar dood. En hoe kon Garland nog praten naar zo'n val? Oké, daar zien we de Invincible. Oké, nou, daar zijn hun mee bezig. Dus wij moeten gewoon zo snel mogelijk doorlopen. En kijk, de teleporter die brengt ons naar de bovenste levels. Hij brengt ons misschien brengt naar Brambal. Buh. Wat is er mis? Achter je? Zij mag ogen. Het is in orde. Laten we gaan. Gewoon ogen? Juist. Oké. Okay. Het zijn gewoon... ze volgen mij ook nog. Creepy. Zelda? Ja? Over wat er eerder gebeurd is. 2 afleveringen terug. Wat is er, JP? Oh, jeez. Ik heb het gevoel alsof ik aangekeken word. Zeg het dan maar gewoon, maar we moeten opschieten. Je kwam om mij te redden, toch? En weet je, wat je zei tegen mij maakte me eigenlijk heel erg vrolijk. Zeepie? Hoe kan ik dit zeggen? Bedankt. Hoorde je dat wel, dat we geteleporteerd werden? Ik hoop het wel. Schiet op, schiet op! Deze rare toren die gaat elk moment instorten! Ik vind het heerlijk! Destiny loopt er echt zo bij van... Ja... Ik heb geen goed voedsel gevonden op Terra. Misschien kan ik oogbal eten daar. En weer, schiet nou op of je zal achterblijven! Ik ben blij dat we weggaan. Geen goed voedsel hier. Ja, dankjewel. Oh, we zijn hier weer uitgekomen.
Oké, ik denk dat we nog steeds in orde zijn. Laten we de genomes even evacueren. Hup, 1, 2, 3. Hup, 1, 2, 3. Hup, 1, 2, 3. Hup, 1, 2, 3. Ik weet niet wat kutje nou op dit moment mee bezig is, maar laten we gewoon zo snel mogelijk zijn. We hebben geen tijdslimiet, dus we moeten gewoon zo snel mogelijk hier naartoe. En hoppakee, door het poortje heen. En dan komen we weer bij Brandbal Gehaktbal. Zeepie! Sorry. Zeepie, laten we opsplitsen. Ja, jij gaat die kant op en we zien wel, we ontmoeten elkaar weer bij de Invisible. Hé, hey, jongens, luister eens eventjes. Heel de pleuris gaat eruit breken, dus we moeten maken dat we hier wegkomen. Dus volg ons, wees lief. Ik zie een kistje, wil ik hebben. En wauw, die ziet er echt wel mooi uit aan de binnenkant. Mijn god, dit schip is super groot! Van onze grootste positie hier te zien, kan ik geloven dat de brug die kant op is. Wacht eventjes, waar is er weer? Ah, is hij weer laat? Ho ho ho, Merry Christmas en hier ben ik. Ik heb gewarpt vanaf de onderkant van het schip. Waarom was je in het onder het schip in de eerste instantie? Laten we dat voor later bewaren. We moeten dit schip beginnen in beweging te krijgen. En Destiny loopt nog steeds van... kan morgen ook. Ik wil slapen. Wat doe je hier nog steeds? We moeten evacueren. Wat heeft het nut? We zijn alleen maar lege poppen. Ach, stop nou eens met zo te praten. Denk je echt serieus dat het zo is? Zoals de anderen, Garland heeft me een ziel gegeven dat ik misschien Kuja en jou kon vervangen. Maar Garland is dood. Terra zal snel vernietigd worden. Wat is het punt? Ik heb mezelf dezelfde vraag ook gesteld. Heb je een antwoord gevonden? Nee, maar misschien is het punt om gewoon te proberen. Ik bedoel, het kan moeilijk worden, maar we hebben vrienden. En het is niet zo moeilijk. Hey, wat is jouw naam? Huh? Garland heeft je toch wel een naam gegeven, of niet? Mijn naam is Mikoto. Mikoto, hè? Nou, dat is een mooie naam. En heel veel mensen gaan je vanaf nu zo noemen. Dus, maar je moet het antwoord zelf vinden. Het zal moeilijk zijn, maar je kunt het vinden. Mop, we moeten nu gaan naar de nieuwe wereld, Mikoto. Daar kun je antwoord vinden. Hier gaat de pleuris losbrengen. Dus laten we alsjeblieft hier zo snel mogelijk de neus uitgaan. Zelda, weet je wat Zeepie is? Hij zal hier op een minuut kunnen komen. Hij is op zoek naar de laatste genome. Sorry dat jullie moesten wachten, maar ik moest mijn zusje even afhalen. Sorry dat ik laat ben, maar nou hebben we iedereen. Iedereen aan boord, nu, meteen. We moeten opschieten, we moeten hier weg. Oh boy, ik hoop dat we het halen. Ontwijken, ontwijken. Dat ging me net goed. Oh. Hebben we het gehaald? Gelukkig, we hebben het gehaald. Ik denk niet dat Sid heel erg blij zou zijn, aangezien dat we... Oh nee, wacht even. We hebben het schip waar dat wij mee zijn gekomen. Die hebben we aan Sid achtergelaten, want wij zijn de portaal ingesprongen. Dus het schip is ook nog nodig. Oké, never mind. We hebben een nieuw schip. Oeh, we hebben het gehaald. Ja, we zijn geslaagd om te ontsnappen van Terra af, maar... Wat is er mis, Wilma B? Ja, ik was met Destiny aan het praten over eerder. Je denkt... Oh, je denkt natuurlijk niet dat dit het einde is, of wel? Heb je het over Kuja? Denk je echt dat hij dood is gegaan in Terra? Zelfs met zijn kracht. Het is ongelooflijk om te geloven dat hij daar ook is ontsnapt zonder wonden of iets. Wat denk jij, Zeepie? Wat zou Kuja nou gaan doen? Hij gaat waarschijnlijk Gaia proberen te vernietigen. Maar hoe? Er was één ding wat Garland zei. Dat er één ding was van die boom... die zorgde tussen een tussenweg van zielen tussen Gaia en Terra. Dat zal wel zijn. Oh, zal wel zijn. Yep, dat is de Deku Tree. Iedereen! Objection! Ik kom even binnenvallen. Je moet komen! Nu! Meteen! Kom even mee! Wat is er mis, Leroy? Kun je die jongens weer gewoon vertellen? Het zal makkelijker zijn als je gewoon naar de brug komt en het zelf ziet. Oké.
Nou, wat is er? Het zijn maar wolken. Dat zijn geen normale wolken. Wat? Oké, laten we wat lager vliegen en kijken wat er aan de hand is. Zie je het niet? Onze hoogte is niet heel erg hoog en dit is alles wat we kunnen zien. Dan, wat is dit dan? Het is mist. Het is wat waar Black Mages van gemaakt zijn. En het is nou heel de mistcontinent, wat vroeger de mistcontinent helemaal had. Maar de mist zit over heel... De mist is over heel Gaia. Maar hoe? Waarom? Hoe? Koetje, waar ben je van plan? Dus ja, willen wij ons spel opslaan? Ja, want het is weer tijd voor een change disc. Dus, aangezien dat deze aflevering dus gefocust is op de ontsnapping van... ...bewaar ik de volgende aflevering met het begin van disc 4. De laatste disc van de serie. En geloof me, disc 4 is eigenlijk heel erg kort. Dus ja, maar we zijn nou al op dit punt gekomen. Maar goed, heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen natuurlijk allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Waarin dat we gaan starten op disc 4. Ik dank jullie voor het kijken. En tot morgen. Doei!